In mijn Facebookgroep uh, voor de mensen die mijn boek hebben aangeschaft, um, is al aardig wat interactie. Dus daar ben ik heel blij om. En uh, ik zag een vraag van Peter. En Peter die vraagt: van, uh, Wie vinden jullie zo fulltime ondernemer? Uh, hij is zelf al sinds 2000. En um, nou ja, er zijn aardig wat reacties op. En natuurlijk ook een beetje grappen en grollen, natuurlijk. Um, maar wat ik vaak, de, de vraag die ik vaak krijg uh, van mensen. Is hoe lang duurt het voordat ik fulltime ondernemer kan, uh, kan zijn? Zeg maar. Hoe lang duurt het voordat ik een fulltime inkomen ga genereren? Of wat is wijsheid, weet je wel. En, uh, en dat is voor elke persoon is dat natuurlijk volledig uh, anders. Wat ik veel zie bij, uh, bij veel ondernemers die bijvoorbeeld uh, nog een baan hebben, is dat ze het stukje wel een beetje gaan afbouwen. Uh, als ik kijk naar mijn vader, bijvoorbeeld, die heeft, echt, nou, die heeft voor mij al 15 jaar gedaan om het af te bouwen. Oh. Maar die heeft er wel 15 jaar over gedaan om het af te bouwen. En uh, steeds een paar procent minder. En zo heeft hij een hele gezonde basis opgebouwd. En nu, sinds, uh, sinds januari, sinds 32 jaar, is hij fulltime voor zichzelf. Gaat hartstikke goed. En uh, dat is voor hem een hele gezonde manier geweest om, uh, om dat af te bouwen. Uh, en ook om niet al te veel risico te nemen. Want, uh, ja, twee, uh, twee kinderen en uh, die waren nogal veel eisend, natuurlijk. Dus, uh, nee, gekheid natuurlijk. Maar uh, dat is een hele veilige manier. En, uh, en uh, dan kun je, ja. Met weinig stress kun je steeds een stukje gaan uitbouwen. Um, andere andere manieren is cold turkey: gewoon direct kappen en volledig voor het ondernemerschap gaan. En uh, ja, dat werkt bijvoorbeeld beter als je niet bang bent om een keer een tijdje zonder geld te zitten, bijvoorbeeld. Of niet bang bent uh, om een keer een tijdje uh, droog brood te eten. Of wat dan ook. Dus, dus voor elke persoon is dat uh, compleet verschillend. Uh, zie als je al ondernemer bent, al de, 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 je hele leven. Ja, ik weet bijvoorbeeld voor mezelf dat als ik morgen alles kwijt zou zijn, echt alles kwijt zou zijn, dat ik overmorgen weer, weer een manier heb om, uh, om inkomsten te genereren. Dus ik zou niet eerst een baan gaan zoeken, bijvoorbeeld. Maar als je al heel lang een baan hebt, ja, dan is voor jezelf de. Ja, ja, kijken of het voor jou interessant is om, uh, om direct ondernemer te worden, fulltime ondernemer, of gewoon stukje bij beetje afbouwen. Het beste, als je nog niet al te ervaren bent als ondernemer, is om stukje bij beetje af te bouwen. Het is natuurlijk een heel populair antwoord voor mij, zou zijn om gewoon all out te gaan en gewoon. Ja, in, het, in het diepe te springen. Maar ja, dan heb je ook vaak heel veel wrijving, heel veel stress. En als je het gewoon erbij doet, dan, dan kun je veel rustiger aan. En kun je gewoon uh, stukje bij beetje gaan opbouwen. zonder die financiële wrijving te hebben. Want financiële wrijving is killing. Ik zie het bij heel veel mensen. Het beperkt je enorm qua creativiteit. Het zorgt ervoor dat je s'nachts wakker blijft. en, uh, en uh, dat je misschien de verkeerde stappen zet. Dus uh, stukje bij beetje afbouwen is vaak een, een goed antwoord. Maar het ligt natuurlijk helemaal aan de persoon zelf. Ik hoop dat je er wat aan hebt gehad. Succes.